Paul, ik heb een bedrijf op de mainland. En ik weet zeker dat ik in elk geval in 2023 nooit boven de vrijstelling uit ga komen. Dus ik doe verder even niks. Als je bedoelt met ik doe verder even niks, ik registreer mij niet voor de corporate income tax, dan maak je inderdaad een fout. Want ook al ga je absoluut niet door de vrijstelling heen van in elk geval 100.000 euro per jaar en vermoedelijk meer, de jury is still out, dan nog geldt dat je je moet registreren als je een mainland licentie hebt. Vervolgens ga je een verhaal maken. Dat kan je accountant doen, dat kun je voor een deel ook zelf doen, waaruit gewoon klip en klaar blijkt. Dat je minder winst hebt gemaakt dan een ton euro's. En als dat zo is, dan geldt dat alle winst nog steeds 100% onbelast is. Een ingewikkelde manier om te zeggen: 0% belasting.